Welkom terug bij Shownieuws. Douwe Bob, die zit alweer 10 jaar in het vak. In 2013 bracht hij zijn eerste album uit. Maar inmiddels is hij alweer meerdere top 40 hits verder. Om dat te vieren treedt hij op vanavond in een uitverkocht Tivoli in Utrecht. En we hadden eerder afgesproken, maar Douwe, jij zat er zo lekker in. Jij wilde dat podium niet af. Douwe, goedenavond. Hey, goedenavond. Ben ik nu live op televisie? Jij bent nu hartstikke live op televisie. Oh, ik voel me echt een soort verslaggever. Ik kan jullie niet zien, ik kan jullie wel horen. Hey, ik heb nu zo'n mic vast en ik kijk in de camera. Als je van het podium afkomt, zit je dan in een soort van natural high? Ja, zeker. Nee, dat is een van de leukste dingen die ik kan doen. En al helemaal op zo'n prachtig podium. Jullie kunnen de mensen zien, toch? Hier ook? Wij kunnen de mensen zeker zien. We gingen net met jou even de live verbinding testen. Toen waren we 1,5 minuut vroeg. Toen zei je, jij mag pas praten als ik nog 10 seconden heb. Ben je altijd zo streng en onaardig als je van het podium afkomt? Oh nee, ik ben vooral heel onaardig tegen de media. Maar tegen fans ben ik heel erg lief. Mijn fans gaan altijd voor. Maar waarom? Dus, bij 1,5 minuut, ja, denk ik, ja. Maar de media... Als jullie, weet je wel, jullie vragen, ja, vijf minuten, dan moet ik hier vijf minuten... moet ik hier dan voor die camera staan. In die tussentijd kan ik heel veel mensen blij maken. Ja. En jullie zijn niet de eerste op mijn lijstje. Dat zijn de mensen die naar mijn muziek luisteren. Dan zal ik zeggen, ga lekker terug naar die mensen die achter jou staan te wachten. En wens ik je nog heel veel plezier vanavond. En zoek het lekker en verder ik jullie uit. Ook. Fijne avond. Ja, daar gaan we echt geen aandacht aan besteden. Ik neem een slokje water, jongens. Oh. Ik vind dit echt heerlijk. Wat hier dus clasht, is dus mensen die heel erg aan de performance hebben gewerkt. Ja. Die hebben gerepeteerd. En we hebben mensen die heel graag naar boekhouders luisteren. En dat is het verschil. Ja, nou, wat verwacht je nou? Die gast komt zwetend en al rennend van een podium vandaan. En die geeft gewoon aan van, jongens, wacht even. Ik zit helemaal hier in mijn spanningsboog. En jij gaat pas toch nog 10 seconden weer praten. Ja, dat is gewoon... Dat is toch ook part of the job? Ja, nou ja, part of the job is dat hij ook mensen die daar handtekeningen staan... Maar daar heeft hij ook alle tijd voor. Die is toch nog steeds. Jullie zijn zo normaal. Jullie willen dat altijd alles normaal is. Artiesten zijn niet normaal. Leg je erbij neer. Ja, maar ze zijn ook zeker niet beter of belangrijker. Niemand is beter. Sterker nog, hij zegt dat de fans belangrijk zijn. Ik hoop echt dat hij met die fans tot vannacht 3 uur totaal in de lamp hangt. Dan ben je daar ook niet meer. Dat is ook zo. Maar voor mij met 3 bezwangeren vanavond. En de